Volgens Orbán zou Netflix de LGBTQ-thematiek gebruiken om de jeugd te corrumperen. Nonsens natuurlijk. Of toch niet? Lieve, mooie vrienden. De toekomst van Netflix hangt aan een zijden draadje nu Viktor Orbán en de leiders van de golfstaten weten dat Netflix helemaal geen streamingdienst is, maar een kwaadaardig LGBTQI-complot om de kwetsbare breintjes van de jeugd te corrumperen. Ik weet het, maar Viktor Orbán is gewoon zo verdomd briljant. Maar Netflix zal niet rusten voor iedereen oncomfortabel is met zijn seksualiteit en alle kinderen LGBTQ of I zijn. Of plus. Of plus. Professor von Gehausen, hoe zijn de resultaten? Die resultaten zijn veelbelovend. Kijk wat er gebeurt wanneer we onschuldige, kneedbare zieltjes confronteren met liefdevolle affectie tussen twee mannen. Ik wil de traditionele rollenpatronen afsmeren, werken in de creatieve sector en genieten van een lekker glaasje witte wijn na een museumbezoek. Yes, girl. En ook bij de meisjes boeken we verraden. Ik wil een Harley Davidson kopen en matige kwade poëzie schrijven over mijn voorbeeld. Dus de L, de G en de B zijn al binnen, maar hoe zit het met de T, de Q en de I? En de plus. Ja, en met de plus, ja. Hoe het daarmee staat, daar vraag je beter aan. Ha. God. Op Zeeland mag iedereen zichzelf zijn. Ik ben geen haar, ik ben een hun. En daarom is Netflix vanaf vandaag verboden in Hongarije. Onze bewindelbare kindjes. Zullen vanaf heden alleen nog kijken naar de onschuldige en ook schadeloze content van Disney. Disney plus. Toch precies die sokkenprinsessen van Disney ook.